Als je schade hebt door appen of bellen of mailen achter het stuur, betaal je zelf de rekening maar. Ja, vind ik terecht. Terecht, ja, vind ik wel. Ja, want appen en zo, dat doe je langs de kant en niet achter het stuur. Je veroorzaakt het zelf omdat je op je telefoon zit te klooien. Ja, dan moet je dat betalen. Lijkt mij niet meer dan terecht. Dat vind ik een heel goed idee. Want ik heb me er eigenlijk ontzettend aan gestoord vroeger. Want ik heb ongeveer 30 jaar bij de verkeerspolitie gezeten. En ik zie nog een heleboel vervelende dingen langs de weg gebeuren. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Want ik hoef niet de lasten zeg maar, te dragen van iemand die fouten maakt. U doet dat natuurlijk nooit. Ik niet, nee. Nee, echt niet. Nee. Nou, heel veel mensen wel. Ja, nou ik niet, nee. Als ik met de auto bezig ben, dan ben ik met de auto bezig. Dus. Wat ziet u onderweg dan? Nou, wat je net zei, hè? Het appen, maar ook veel op de fiets. Hè? En ook achter het stuur nog wel. Nooit met mijn telefoon in de auto. Nog niet eens met een stekkertje. Dus nee, echt niet. Je moet gewoon rijden en verder moet je eigenlijk niks doen. Moet je nergens anders op focussen. Want dan rij je genoeg gek op de weg. Dus die heb je aandacht volop nodig.